Het Lauwersmeergebied is de woon- en werkomgeving van de natuurfotografe Anita Hoekstra. Naast de vele bijzondere vogels en dieren fotografeert ze de flora en het landschap. Ook het vogelrijke wat en de eilanden behoren tot haar werkgebied. Anita voorziet haar foto's van eigen teksten en gedichten. Natuurfotograaf, natuurmens of vogelkenner? Alle drie. En het een is eigenlijk het gevolg van het ander. Sinds ik een jaar of 10 geleden op het platteland van Friesland ben gaan wonen, ontdek je zo snel de natuur en hoe mooi die is hier. En op de een of andere manier ga je dan toch eens op pad. Je verkent het Lauwersmeergebied, het Waddengebied, wat natuurlijk fantastisch is. En dan ontkom je er niet aan om ook een beetje vogelkenner te worden uiteindelijk. Dus de eerste jaren was het echt met het boekje op schoot van, wat zien we nu weer? Wat is dit nou? En dat hebben we nog steeds hoor, maar de basiskennis is inmiddels wel een beetje aanwezig. En dan word je, als je dat wil vastleggen, en dat vind ik juist zo mooi, die spontane ontmoetingen die je dan hebt. Ja, dan is het prachtig om dat vast te leggen op een foto en ja, om andere mensen daaraan mee te laten genieten en te laten zien hoe mooi het is. Maar ga je dan echt op stap om een bepaalde vogel te vinden of lijkt het allemaal op je afkomen? Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik ga niet op pad om een bepaalde vogel te vinden, hoewel het wel heel leuk is om in de winter te spotten of de roerdomp misschien nog in beeld komt. Dat is een hele mooie vogel, maar bijna onzichtbaar in het riet. Ik weet niet of je dat kent, maar die gaat zo staan met zijn snavel omhoog en dan, nou, de meeste mensen lopen er gewoon op een meter voorbij en die zien het niet eens. Camouflage, kleuren natuurlijk. Ja, absoluut. Echt conform het riet ongeveer. Maar je leert heel snel plekjes en van vogels, maar ook hoe ze staan, hoe ze zich camoufleert dan opstellen. Dat leer je toch heel snel kennen. Dus als ik langs het riet rijd, en mijn man rijdt dan, en we rijden heel langzaam langs het riet, dan herken je in je ooghoek al van, hey, daar zit een afwijking. Of het riet is samengeknepen. Dan is het toch even stoppen. 9 van de 10 keer is het geen roerdomp. Maar niet 10e keer. Dan ben ik altijd heel blij. En dat is met de zeearend ook zo natuurlijk. Als je die ziet. Ja, heb je die wel eens voor je lens gekregen? De zeearend? Ja, heel hoog. Nee, niet dichtbij. Absoluut niet. Maar wanneer was het? 2 weken geleden. Toen waren we bij Ace McKeeg. En dan zie je, het is heel druk met vogels. Ganzen, alles door elkaar. En in één keer zie je dat echt opspat. Allemaal uit het water. En dan hoef je maar naar omhoog te kijken. En dan weet je dat het een zeearend is. Dus ik heb hem wel op de foto. Maar dan moet je wel een beetje raar inzoomen. En kijken van, oh ja, dat is toch echt de zeearend. Maar daar ben ik dan toch wel trots op. Maar ja, het is een uitheems dieren natuurlijk, hè? Ja, maar hij komt ook al heel lang voor in Noord-Duitsland en zo. Vanuit die hoek komen ze deze kant steeds meer op, gelukkig. Ja. Dus het is heel mooi om te horen dat er nu weer een jong geboren is dit jaar. En ja, dat hoort er hier wel bij. Dan denk je van, ja, dat hoeft niet alleen in de Oostvaardersplassen te zitten. Dat mag ook gewoon in het Lauwersmeergebied. En net zoals de wolf? Wat mij betreft mag die komen. Dat is misschien wel heel erg voor heel veel mensen om te horen. Maar ik denk, ja, er is eigenlijk ook niet echt een natuurlijk evenwicht meer in dit land natuurlijk. En ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk dat een dier als de wolf gewoon zijn kans hier weer krijgt. Dat is hier in het verleden, zijn ze hier ook gewoon geweest. En als je maar voldoende zorgt dat er voldoende verbindingen zijn met die prachtige natuurgebieden in Nederland. Ja, dan denk ik van laat maar komen. Dan heb je ook niet het gezeur over de dode kadavers die dan in de Oostvaardersplassen blijven liggen. Waar mensen dan helemaal van streek van raken. Terwijl ik denk van ja, laat ze maar lekker opgegeten worden door die wolf dan. Kun je een gedicht voordragen? Ja, ga ik doen. Oké, één die mij heel erg raakt. Gewoon een foto van, ik weet niet of ik het moet laten zien, maar van een hele leuke mooie hazelaar in de tuin. Die heeft in het voorjaar van die prachtige rood fluwelen, paars fluwelen bladeren. En die doen me denken aan mijn oma. De diep rode, gerimpelde bladeren, zacht als fluweel, doen me denken aan mijn oma.
Een klein grijs vrouwtje met een open, vrolijke blik de wereld inkijkend. En met die gerimpelde huid, zacht als fluweel, als ik haar een kus gaf op haar blozende wangen. Vogels, wat altijd leuk is om bepaalde vogels te treffen in een onverwachte ontmoeting, maar we zoeken gewoon gebieden op waar je van weet waar het mooi is, waar de natuur je wat te bieden heeft en dan maar kijken en dan echt kijken met je hart van wat zie je, wat verras je of wat ontroert je of wat vind je gewoon fantastisch mooi om te zien en dat leg ik vast. Maar er zijn wel voorkeursgebieden. Hè. Er zijn wel plekken waar ik van denk van ja, daar weet je dat je altijd wel iets moois treft. Maar je fotografeert niet alleen vogels, hè? Ook de natuur in het algemeen, geloof ik. Ja, klopt. Ja, klopt. Alles wat ik leuk vind. Een mooie visnet in de haven van Lauwersoog, dat kan ook gewoon heel boeiend zijn. En er zijn veel meer van die dingen. Ik vind het prachtig als je in de haven van Lauwersoog bijvoorbeeld bent met zonsondergang in de zomer. En die zon komt erop en je ziet die mastenbrei van die schepen. Fantastisch plaatje. Dus dat vind ik ook gewoon heel mooi. Ja, je werk krijgt daar wel een dimensie door, denk ik, hè? Het is in ieder geval een stuk breder. Ja. En ik denk, de mensen die echt alleen maar voor de vogel gaan, die maken vaak ook de portretjes van de vogels. En ja, ik vind de omgeving eigenlijk belangrijker dan waar je op focust. Dus, dat zijn de echte vogelaars, zeg maar. Dat zijn meer de vogelaars, denk ik, ja. Die echt voor het blauwborstje, prachtig vogeltje hoor. Of de zeearend of de velduil. En dat is ook fantastisch. Maar ik vind het geheel eromheen eigenlijk minstens zo belangrijk. Dat het pakt, dat het je een verhaal vertelt. We hadden het net over de zeearend. Kom je nou meer uitheemse vogels tegen? Nou nee, niet dat ik... je ziet wel wat verschuiving met wat dwaalgasten, maar dat is eigenlijk volgens mij... Dwaalgasten? Dwaalgasten. Ja, kijk, dat is echt een vogel gebeuren. Oh, nee, een dwaalgast is een vogel die eigenlijk hier niet zo vaak in de buurt voorkomt, maar door omstandigheden van wind, weer, toch een beetje uit koers is geraakt en dan hier belandt. En dat zorgt altijd voor de nodige opwinding onder de vogelaars. Nou, dat is prachtig. Maar ik heb meer zoiets van, nou, als ik het toevallig tegenkom, fantastisch. Is er een vogel die je graag voor je lens wilt hebben en tot nu toe nog niet gelukt is? Nou, ik wil de zeearend wel eens wat dichterbij hebben. Ja, ik ben toch wel een liefhebber van de roofvogels. Dat straalt zoiets moois uit. En die zou ik wel eens een keer wat meer van dichtbij willen fotograferen. Maar ja, dat laat zich niet afdwingen. Ben ik ook niet rouwig geworden. Mooi zo laten. Komt vanzelf een keer, of niet? Nou, wat ik eigenlijk op mijn website ook wel aangeef. Mensen, kijk om je heen. Geniet van die kleine en grote schatten die in deze natuur... Ook gewoon in Nederland, om je heen zijn. Blijf daarvan genieten, blijf je verwonderen over wat je ziet. En rij niet van A naar B, maar kijk ook in het riet, maar kijk ook naar de lucht. De lucht maakt ook zulke mooie vormen, kleuren. En geniet ervan. Realiseer je gewoon dat het allemaal om je heen gebeurt. En geniet daar gewoon van. Oké, dank je.